Welkom bij een nieuwe aflevering van de Straten van Amsterdam vanaf dit pittoreske bruggetje in de Mercatorbuurt. We nemen vandaag een aflevering op de Cabotstraat. En voorheen kende ik de Cabotstraat eigenlijk vooral omdat Kattencafé Kopjes hier om de hoek zit. Nou, als kattenliefhebber weet ik daar van alles af. En katten, dat speelt ook een rol in deze aflevering. Dat gaan jullie zo meteen zien. Maar eerst gaan we langs schrijversduo Nidia en Marilotte. Zij werden bekend met hun pamflet Damn Honey en hun gelijknamige podcast was een groot succes. Inmiddels is hun feministische platform een van de allergrootste van Nederland. En ze hebben maar liefst 5 boeken op hun naam staan. Genoeg om over te praten dus. En kijk als je daar in de verte ziet die vlag hangen. Daar woont Nidia. Ze woonden eerst samen als huisgenoten, inmiddels niet meer, wonen wel bij elkaar om de hoek. Maar speciaal voor de gelegenheid van deze aflevering zijn ze bij elkaar op bezoek. En dat rijmt. Dus we gaan eens lekker met ze kletsen over feminisme. Hallo! Hallo, welkom! Kijk, weten jullie gelijk, dit is Nidia. Hoi. In het oranje. Mag ik binnentreden? Zeker, kom erin. Dankjewel. Welkom. Dankjewel. Kijk, hallo. En daar zit Marilotte. We moeten een beetje improviseren vandaag, want we zijn gekabeld. Normaal hengelen we, maar technologie. Dus als ik vergeet dit te doen... Ja, moet ik vasthouden? Ja. Nou, dat is eigenlijk best handig. Als jullie dat willen doen, dan zijn we in ieder geval safe. Wat een lekker stekkie. Ja, fijn hè? Lekker kleurrijk. Het is heerlijk, vind ik zelf. Ja. Kunnen we een mini rondleiding... Tuurlijk, ja. Welkom in mijn huis. Nou, het is niet alleen mijn huis, het is ook het huis van mijn vriend. En van mij. Nou ja, het is niet haar huis, maar zij claimt het haar huis. Is het een soort bonus? Nee, ik ben gezenderd. Oh, je bent gezenderd. Oh, sorry. Een soort bonushuis voor jou? Dit is een soort bonushuis. Dit is zeg maar mijn vakantie, mijn buitenhuisje, zeg maar. Wat heerlijk. Je buitenhuis. Nee, dit gaat best goed met die microfoon. Ja, jullie doen natuurlijk ook eigenlijk... Maar we delen nooit een microfoon, hoor. We delen wel blijkbaar een huis, maar een microfoon gaat te ver. Ja, nee, we doen altijd samen. Nou, weer iets nieuws. Ja. Hey, om gelijk even met de deur in huis te vallen. Jullie beginnen je podcast altijd met de vraag... wat is het minst feministische dat je deze week gedaan of gedacht hebt, toch? Ja, dat klopt. Ik vraag hem aan jullie. Oké, zal ik meteen even wat laten zien? Want dit huis is niet heel groot. Ja, voor Amsterdamse begrippen is het heerlijk, hoor, daar niet van. Maar we hebben dus 1 extra kamer hier. Want ik woon hier dus met mijn vriend... En voor wie is die extra kamer? Voor jou. Voor mijn vriend. Nee. Dat is de feminist. Dat is dus het niet oké ding in dit huis. En je hebt dus dat boek, A Room for One's Own, heet dat geloof ik. Virginia Woolf. Ja. En dat gaat er dus ook over dat dus vrouwen zich dan dus niet een eigen ruimte toekennen. Want ze zijn zo van, nee, ik hoef geen extra ruimte hoor. Nou ja. En hoe ging dat bij jullie dan? Heb je wel? Nou, ik ben wel bij hem ingetrokken. Ah. Dus dan heb je misschien ook een beetje het gevoel van, het is al zijn huis of zo. Maar dit is gewoon zijn kamer. Ik vind het ook heel normaal. Dit is zijn kamer. Ik heb geen kamer in dit huis. Klinkt niet heel feministisch, nee. Nee, precies. Dus dat is mijn feminist, zoals we dat dan noemen. Marilotte, heb jij ook wat of niet? Ik heb ook wel wat, hoor. Ik passeer hem... pas op, Abs. Krukje. Krukkie. Gaat helemaal goed. Kijk, de Straten van Amsterdam kan gewoon van alles misgaan. Dat is het mooie aan dit programma. Precies, hartstikke improvisatie. Mijn feminist is dat ik net met een lipstiftje op... Ik liep door de straten en ik had net mijn eerste catcaller. En die jongen die zei, oh, wat zie je er leuk uit. Het begon wel oké, maar daarna begon hij me te achtervolgen. En het enige wat ik zei was, haha, dankjewel. En wat had je eigenlijk willen zeggen? Nou ja, liever zeg ik, nee, dat kan je niet doen. En je moet mensen niet lastigvallen. En ik ben jou niks verschuldigd. Maar dat deed ik niet. Maar was het niet gewoon een compliment? Oh, kijk, wie bent u? Ja. Nee, het was niet een compliment. Beetje kietelen, hè? Nee, het was niet een compliment. Is achtervolg ooit een compliment? Precies. Oh, achtervolg. Nee. Ja, want hij liep echt zo achter me aan op een manier dat je denkt... Dit is net vervelend. En hij ging wel weg, hoor. Ik bedoel, het was ook weer niet een bedreigende situatie. Maar je merkt vaak wel aan de energie. Of het een compliment is of niet. Want dit was niet vrijblijvend. Het was gewoon wel echt dat ik dacht... Ja, als ik nu dankjewel zeg, dan ben ik er van af. Maar als ik nu iets anders zeg, waar ik dus geen zin in had... Dan heb ik weer confrontatie. Mm. Wil je de rest ook zien of niet? Ik wil de rest ook zien. Groot, maar... Zeker. Gaan we naar de slaapkamer. Slaapkamer. Where the magic happens. Nou, ja, hoe zit dat? Ja,
ik ben niet goed met planten. Hier staat het raam altijd open. We komen net uit de winter. Alles hier gaat dan dood. En dat is dan maar even zo. Stom. Veel boeken? Ja, ook gewoon heel veel oude boeken hoor. En heel veel seksspeeltjes, zoals je kan zien. Je bent niet voor niks een feministisch platform, hè? Dan moet je ook opkomen voor je eigen plezier. Heerlijk. Ik had ook niet verwacht dat jullie ook in de slaapkamer zouden filmen. Je vroeg net wel, mogen we overal filmen? Toen dacht ik, ja, is goed. Nou ja, krijg je dit. Maar als je dit niet is wel gezegd, de ware ik. Niet geweten. Nee, is, nou ja, misschien de oplettende kijker. Ja, die hebben we, die hebben we. En dat is oké, want ik hoef me er niet voor te schamen. Nee, precies. Precies. En hebben we nog een keukentje en een balkonnetje, zag ik? Ja, ook balkonnetje ziet er ook echt niet uit. Oh, wat erg dit. Mijn moeder die gaat zich helemaal kapot schamen voor mij. Dit is wel een typisch Amsterdams keukenplaatje. Zo. Verschrikkelijk. Ik weet maar het heeft ook wel weer wat. Of de andere Amsterdammers daar ook last van hebben. Maar die vlekken, die krijg ik er gewoon echt niet uit. Als iemand tips heeft, ja, de kijker... Ook zo dichter opfilmen, echt te gênant. Laat het ons weten. Ja, nou, ook een werkplekje. Ja, lekker hoor. Wel toch? Klein maar fijn. Ja, klein maar fijn. Zullen we terug naar de woonkamer iets meer, laten we dat iets doen. Meer ruimte? Zo. Als een sliert gaan wij met dat koord hier. Kom maar mee. Kom maar mee. Hé, hey, ja. Oké, dan ga ik wel even naast Marilot zitten voor de microfoon. Ja, toch? Dat is handig. Of wil je staan? Dat is ook goed. Nou, sta maar, ja. Staan. Actieve werkhouding. Precies. Actieve werkhouding. Even tel eens. Ja. Damn, honey. Ja, wacht, ik pak hem er even bij. Oh, pak hem er even het bij. Is namelijk een boek en niet alleen een podcast. Het is van alles. Ja. Boek, podcast, pamflet, zo begon het, hè? Ja, dat is dit. Dit is het pamflet. Tada! Hoe een is positief pleidooi om te doen waar je zelf zin in hebt. Ja, hoe zijn jullie begonnen? En waarom vooral? Nou, we zijn begonnen in de zomer van 2018. Toen verscheen er een boek in de winkels. En het doet er verder niet toe welk boek. Maar dit boek had nogal seksistische boodschappen in zich. Er stond bijvoorbeeld, nou, iedere vrouw heeft een shapewear stash nodig. Want je hebt probleemzones en die moet je verbergen. Het is goed als je helemaal glad geschoren bent overal. En, je mannetje, die moet zijn zaad kwijt. En jij bent daar als vrouw verantwoordelijk voor. Ja. Nou, en wij dachten, oké, maar dat dit is echt niet oké. En wij dachten ook, dit is een boodschap uit de jaren 50. En nou hebben we dus later ook een boek uit de jaren 50 ernaast gehouden. En dat kwam gewoon overeen. Dus eigenlijk, je bent niet goed genoeg, je bent lelijk, je moet anders, je moet beter. En je staat in dienst van de man. Dat was een beetje soort van basically de boodschap. Toen dachten wij, nou prima, als dat in de winkel ligt, vrijheid van meningsuiting, als je dat wil kopen, dan moet je dat kopen. Dat is allemaal oké. Maar laten we er dan een boek naast leggen waarin staat, jij bent wel goed genoeg en je bent gewoon top en je mag gewoon helemaal zijn zoals je bent. En je hoeft niet shapewear aan te trekken om je probleemzones te verbergen. En als jij wil scheren, ga lekker scheren, maar als je niet wil scheren, hoef je je niet te scheren. En eigenlijk, maar ja. Doe waar je zelf is dat het begin geweest. Doe gewoon lekker waar je zelf, waar je zelf goed bij voelt. Maar het is dus best moeilijk om te bepalen, scheer ik mij omdat ik dat zelf wil? Of scheer ik mij omdat de maatschappij vindt dat ik dat moet doen? Of heb ik, vind ik mezelf te dik? Vind ik dat zelf? Of vind ik dat omdat de maatschappij dikke mensen stom en lelijk vindt? Dus het is best moeilijk ook om te doen waar je zelf zin in hebt natuurlijk. Want ik denk dat degene die dat boek schreef, dat andere boek, dat zij wel doet waar ze zelf zin in heeft. Ja. Maar dat betekent niet dat iedereen het op die manier moet. Of... Nee, precies. Ja. Nee. En het is natuurlijk dat boek, dat had best wel... het is geschreven door een tof iemand. En je leest dat en je denkt, oké, deze persoon die heeft een heel tof leven. Dat wil ik ook wel. Dus het was een soort, het was verpakt in een tof sausje. Maar de seksistische boodschap, daar vielen wij dus heel erg over. En vrijheid van meningsuiting, moeilijk te cancelen. Dus we dachten, we gaan er gewoon een boekje naast leggen. Dat als je door de winkel loopt, dat je denkt, nou, ik kan dat kopen. Maar ik kan ook een boekje kopen waarin dan staat, ik doe waar ik zelf zin in heb. Ik ben helemaal goed genoeg en Dus eigenlijk is daar gewoon een heel mooi concept geboren. Met, als het boek er niet was geweest... Dan was het niet gebeurd. Nee, dan was het niet gebeurd. En zeker kijk niet. Waar we nu staan. Oh, ja. in dit vakantiehuis van mij. Hey, en er zijn mensen die het woord feminisme een soort van... Dat heeft een negatieve associatie voor veel mensen. Waarom is dat volgens jullie onterecht? Nou ja, het is onterecht. Ik denk dat de term zure feminisme... Oké, het is wel grappig, want de eerste keer dat wij gerecenseerd werden met dit boekje, was op linda.nl. En toen stond er in de recensie, mensen zeggen vaak dat feministen zure linkse zeikert zijn. Maar dat beeld slaan Marilotte en Nidia in één keer neer. Eigenlijk zeggen zij dat.
Dat zei Linda dan. Ja, precies. Zij zeiden feministen zijn zure zeikers. En ik weet nog dat ik toen aan het begin heel trots was daarop. Want ik dacht echt, ja, wij zijn geen zure zeikers. Wij doen lekker mee. Wij hebben lekker geschoren okseltjes. Gaat lekker. Allemaal leuk. Ja. Voor ons hoef je niet bang te zijn. We haten geen mannen. Mijn eigen vriend is zelfs een man. Echt zo, weet je. Ja, een beetje een soort feminisme binnen de lijntjes van het patriarchaat. En we hebben nu geleerd dat dat beeld van zure feministen, ja, dat is een beeld wat geschapen is om vrouwen die hun kop boven het maaiveld uitsteken en die zich uitspreken, om ze weg te zetten, om hun boodschap niet serieus te nemen. En zure feministen, die bestaan helemaal niet. En de mensen naar wie verwezen wordt als zure feministen, dat zijn hele coole mensen. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld de Dolomina's ook. Ja. Dolomina's wordt naar ons wel eens toegeworpen als scheldwoord. Ja. Maar ik snap daar niks van, want ik vind ze zo cool. Dat is wel echt een compliment. Ja, ja, precies. Ja, de Dolomina's, die hadden dus ook, dat weet denk ik ook niet iedereen meer uit deze stad, die hadden allemaal super ludieke, grappige acties. Dan gingen ze op straat mannen nafluiten om te laten zien van, joh, dit is eigenlijk helemaal niet normaal. Of die plaskrullen gingen ze afzetten met een lintje en dan zeiden ze een kwartje om te plassen, om te laten zien van, ja, wij vrouwen moeten ook betalen als we plassen. Dus ze hadden een soort heel veel humor en stijl en dat is eigenlijk een beetje verdwenen gegaan in de geschiedenis. Want nu is het zo vieze, gore wijven met okselhaar, dat zijn Dolomina's. Dat wil je niet zijn. Nee. Terwijl, jawel, dat wil je wel zijn. Dat zijn gewoon hele coole vrouwen geweest die voor hun rechten opkwamen. En ze schreven ook pamfletten. Ze schreven ook pamfletten, ja. Jullie, hè? Hey, en onze cameraman, jullie zien hem niet, maar hij voor zover hij weet, niet echt feministisch, meer masculin. Dus heb je nou tips voor maar mensen die kijken? Je kan heel masculin denken, zijn en feministisch. Ja, leg ze uit hoe... Nee. Nee, leg jij maar uit. Marilotte zat ooit in de taxi bij taxichauffeur. Het zei hij, nou, wat doe je voor werk? Toen zei Marilotte, ik ben feminist. En toen zei Marilotte, ben jij ook feminist? Toen zei hij, nou, zie het voor je. En deed hij zo alsof hij lang haar had. Dus voor hem stond feminist gelijk zijn aan vrouw zijn. En dat is natuurlijk onzin. Feminisme gaat over gelijkwaardigheid. Het gaat ook echt niet alleen maar over vrouwenrechten, maar het gaat voor rechten voor iedereen. Ook voor mensen van kleur, mensen met een beperking. Noem alle intersecties maar op. Trans mensen. Feminisme gaat over gelijkwaardigheid voor iedereen. En daar staan wij voor. En het is niet vrouwen tegen de mannen. Het is geen mannenhaat. Het is niet soort boos in de leegte dingen roepen en schreeuwen. We willen gewoon verandering. Okay, dat ben ik ook feminist. Yes, zie je! Dit horen we dus heel vaak. Dit is wel een topaflevering. Ja, je moet het gewoon even horen. Van waar gaat het, weet je wel, wat is het nou eigenlijk? Ja. En mensen hebben een beeld, maar ze weten vaak niet echt wat het nou echt is. Maar... wij hebben ook heel erg veel geleerd in de loop der tijd. Want ja, wij wisten ook niet echt wat het was. En in de afgelopen 4 jaar hebben we wel geleerd wat het was. Maar we dachten ook in eerste instantie, oké, dat gaat over rechten, over de rechten tussen mannen en vrouwen. Of in ieder geval vrouwenemancipatie. Maar toen leerden we zoveel shit. We leerden zoveel over ongelijkwaardigheid. Er is zoveel zooi. Kan je een voorbeeld? Echt, ja, wat stoort jullie het meest nu, anno 2022? Daar is zoveel ongelijkheid. Ja, nee, heb je even. Het is zeg maar... Eén ding. Een paar speerpunten kan. Oké, de loonkloof. Vrouwen verdienen nog altijd 15% minder dan mannen. Medisch seksisme. Hartaanval bij vrouwen wordt veel minder snel herkend dan bij mannen. Geweld tegen trans mensen. Racisme. De gelaagdheid daarvan. Heb jij nog validisme? Seksueel geweld. 1 op de 10 vrouwen wordt verkracht. Precies. En dat is toch wel een soort cijfer waar... Ik wil niet zeggen dat iedereen zegt, ja, dat is toppie. Maar wordt er nou echt actief wat aan gedaan? Zijn we iets aan het doen om te zorgen dat dat anders gaat? In mijn ogen dus niet genoeg. Jullie en wel. Wat je ook wel vaak hoort, is dat het bij de vrouwen wordt neergelegd van, ja, maar jij moet gewoon even op zelfverdediging. En je moet van je afslaan en dan komt het wel goed met jou. Maar zo is het niet. We moeten mannen opvoeden om niet te verkrachten. Ja. En zo kunnen we dus eindeloos doorgaan. Ja, Dan heb je het bijvoorbeeld nog niet eens over femicide. En dat is eens per 10 dagen... Eens per 10 dagen wordt er een vrouw vermoord door haar ex-partner of partner. Gewoon omdat zij vrouw is. Ja. En dit is dus een cijfer waar je heel erg van schrikt. En toch is het al jaren zo. En... Je hoort we zijn niet er zo gewoon heel veel over. Allemaal wel oké mee. Of het wordt een familiedrama genoemd. Of weet ik veel. En als er dan in de krant over geschreven wordt, is het vaak van... ik had dat nooit van hem verwacht. Het was zo'n aardige man. Ja. Terwijl, waar zijn de vrouwen in dit verhaal? Mm. Waar zijn hun dromen? Waar zijn hun levens? Daar gaat het dan niet om.
En dan heb je ook nog gewoon de taboes op menstruatie, op uitkomen voor seks, seksueel plezier willen hebben als vrouw, want je bent al snel een slet. Niet hand in hand met je vriendin over straat kunnen lopen, Marilotte is gay en krijgt dan allerlei nare opmerkingen. Dus het is eindeloos, eindeloos, eindeloos. Oh, ja. Ja, hebben we jullie al over? Ja, zijn jullie nu ook allemaal feministen? Ik denk het wel. Ik denk dat we wel volle overtuiging kunnen zeggen dat dit een hele waardig hoe lang? 10, 15 minuten waren. En ik denk dat we echt nog heel veel langer door zouden kunnen praten, maar... Klopt. We gaan eens kijken of de Cabotstraat verder... Jullie buurman gaan we zo meteen langs. Leuk. En eens even checken wat het minst feminist is wat hij heeft gedaan. En oh, leuk, ja. Van het onderwerp weet. Ja, dat jullie hier, dat jij hier woont, ja. Ja. Maar superleuk. Ik ga weer van je overnemen dat, ja, dat we langs mochten komen... in dit kleurrijke stekkie, bonus stekkie van jou. Ja. En ja, ik zou zeggen, we pakken hem nog een keer op, het onderwerp. Nou, heel graag. Toch? Ja, dankjewel. Doei. 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 Zo... Op naar Peter. Nou, wat een leuke dynamiek tussen die meiden. En ik ben in ieder geval weer wijzer geworden. Ik hoop jullie ook. Van Nidia en Marilotte lopen we door naar buurman Peter. Hij is kunstenaar. Hij is kattenliefhebber, net als ik. En hij is muzikant. En we gaan nu naar een nummer van hem luisteren. Geniet ervan. Your lips to mine, you can have my love. I don't wanna wait no longer. Come on, say you're mine. All I need is your love. Close your lips to mine, darling. Peter, welkom. Kijk, wat we net hebben gedaan, we hebben een soort improvisatiemoment met de microfoon, want die anders ik kapot. Moet hem, ik moet je hem mag vasthouden. Hem gewoon, net als een presentator mag je hem vasthouden, okay. Maar wel gewoon, camera is niet... Nee. Ik vertel net, je bent net als ik dol op katten en ik kom binnen en ik zie eigenlijk overal katten. Daar een kat, daar een kat, daar. Ja. Waar komt die fascinatie vandaan? Ja, je moet wel gek op katten zijn om ze ook nog... te kunnen gaan schilderen. En dat heb ik dus gedaan. Omdat ik dat, ja, ik was gefascineerd altijd door katten. En, waarom zijn katten zo leuk, volgens jou? Nou, waarom vindt de ene honden leuker dan katten? Nou, ik vraag het aan jou, Peter. Nee, maar dat is het natuurlijk. Ja, hè? Zeker. Dat is, ik ben eerder een kattenmens dan een hondenmens. Maar... een kat is een heel eigenzinnig wezen gewoon. Die laat zich niks vertellen en doet gewoon zijn eigen ding. Doe jij dat ook? Hè? Doe jij dat ook? Nou, als de mogelijkheid erin zit, wel natuurlijk. Maar ik pas me ook altijd wel redelijk aan, hoor. Ja. Natuurlijk, ja, dat moet wel. Hey, je woont hier sinds 2002 en eigenlijk... Het lijkt net een atelier. Dat ruimt ook. Ja. Het lijkt net een atelier. Heel veel licht. Ja. Hier maak je ook je kunst? Hier maak ik mijn kunst. Ja. En dat... dat gaat heel goed natuurlijk. Omdat het een mooie lichte ruimte is. Zeker. En daar was ik heel erg blij mee toen ik deze woning kreeg. Dat kan ik me voorstellen. Ja. En hoe is deze buurt om te wonen? Je hebt mooi uitzicht op een plein... Ja, nee, ik vind het... Er is niet veel op aan te merken. Ja, er zijn natuurlijk jongeren die af en toe voetballen en schreeuwen en weet ik veel. Maar ja, dat hoort erbij, bij een buurt. Ja. Dus ik ben wat dat betreft heel blij dat ik hier woon. Want en sinds 2002, hè? Ja, ja, dat is dus 20 jaar geleden. Dat is al 20 jaar geleden. Ja, toen waren ze net bezig met die flat hier eigenlijk. Die werd toen helemaal gebouwd toen in die tijd. 20 jaar geleden. Zo. Veel veranderd dus. Ja, en daarvoor stond volgens mij een school, een hele oude school. En, maar die heb ik niet gekend hoor, want toen was hij al afgebroken. Toen waren ze hier al mee bezig. Hey, en veel Afrikaanse maskers die hier... Ja. Even kijken. Allemaal uit Afrika? Nee, ja, ze komen wel uit Afrika, uiteindelijk denk ik. Uiteindelijk komen ze uit Afrika. Nee, maar ik heb ze, ik heb ze dus verzameld. En dat kwam gewoon omdat een winkel waar ik langs liep, die ging eruit. En ik als kunstenaar vind het toch fascinerend
hoe die Afrikanen dat kunnen met een stuk hout en prachtig masker ervan te maken. Ik ben naar binnen gegaan en de maskers waren te betalen voor mij toen. Hmm. Inspireert het jou ook weer een zekere juist, voor de juist, kunst die je juist. Maakt? Juist. En als ik dan bezig ben met mijn werk en ik kijk dan om me heen, dan vind ik het heerlijk om dat soort maskers en de hele inrichting natuurlijk, zoals het nu is, om me heen te hebben. Heel fijn. Dat maakt me gelukkig. Mooi. Hey, Peter, voordat ik het vergeet. We komen net van jouw buurvrouw. Ja. Ze hebben een podcast, Damn Honey. Daarin bespreken ze allerlei feministische onderwerpen. Ja. En mijn vraag aan jou is eigenlijk, wat is het minst feministische dat je hebt gedaan of gedacht deze week? De gedachte. Ja, of een actie of een gedachte. Ja, de minst. Ja, maar dat heb ik helemaal niet. Nou, daar zullen de meiden blij mee zijn. Dat is hartstikke fijn. Voor mij is iedereen gelijk. Tuurlijk, je hebt ook vervelende mannen, net zo goed als vervelende vrouwen. Toch? Ja, dat zal altijd zo. Ja, dus daar kan je aan irriteren. Maar niet omdat iemand een vrouw is of nee, totaal niet. Nee. En ook niet qua kleur of wat dan ook. Dat heb ik nooit gehad. Nou, dat is heel goed. Fijn. Dus. Top. Ja. Hey, en dan vroeg ik me nog af, ben je wel eens bij Kattencafé Kopjes geweest om de hoek? Daar ben ik wel eens een keer langs geweest. En ik wilde toen... Als katten vandaag nog niet binnen geweest. Nog niet binnen geweest. Maar ik heb toen... ik heb geprobeerd om wat kaarten daar kwijt te kunnen. Maar nou, daar was ze niet zo geweldig enthousiast over. Ja, misschien als je een keer koffie hebt gedronken tussen de katten, dat ze de... Ja. Zullen we dat afspreken? Ik vind het wel leuk natuurlijk. Ja, toch? Weer inspiratie voor nieuwe kunst. Ja, maar ik dacht dan, misschien kunnen we samenwerken. Maar dat zat er niet echt in. Waarom, weet ik niet precies. Want... Misschien nog een keer vragen. Ja, misschien wel. Ja, en tot slot, jouw lievelingskleur? Hebben jullie het al gezien? Wat denk je? Roze? Heel veel blauw, hè? Ja, dat is eigenlijk Grieks blauw. Hè? Grieks blauw. Ik ging vroeger heel vaak naar Griekenland. Jaren achter elkaar. En dan kom je in zo'n plaatje met, dat is helemaal wit. En de meeste bewoners hebben dan hun tonnen en alles wat ze kunnen beschilderen, hebben ze in groen-blauw geschilderd. En dat is zo mooi. Vandaar dat ik dat eigenlijk ook een beetje heb. Dus heel veel reizen meegenomen eigenlijk in je huis. Ja, zo als je dan om je heen kijkt, dan zou je dat wel kunnen zeggen. Nou, heel leuk dat we... Dat we mochten kijken. Ja. En wat een leuke straat heb je. En wat een leuk huis. Ja, dankjewel. En wat een mooie kunst. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.